Welkom bij Harry de Ferryman. Ik heb verschillende vragen gehad. Ik heb wel eens bij een lasapparaatje, ik heb de stroom gemeten die eruit kwam. En voltage en zo. Dat heb ik pas geleden, heb ik daarbij de CI200 Synergic gedaan. Vol gas lassen, toen mag. Nu ga ik eens elektroden lassen en kijken hoe dan het amperage klopt ongeveer. We meten eerst even de open klemspanning, of die klopt met wat op de display staat. En dan gaan we eens lassen. En beginnen gewoon eens op verschillende amperages te lassen. En kijken hoe dat correspondeert met mijn meter. Dat heeft goed gedaan. Ik ben begonnen met zo'n 6012, zo'n Supra. Deed je het goed? Toen ben ik naar 3,25 gegaan, stroom omhoog gedaan. Deed je helemaal top. Toen naar een 4 mm 6013. Dat is ook een rutiel basis elektrode. Die staat er allemaal heel gemakkelijk op. Dat is deze er, trouwens. Kun je zien, dit is 3,2. Dit is 4 mm. Dus 2,5. Scheelt behoorlijk. Deze deed je het ook goed, 160 ampere, ja. Last van eigens. Toen dacht ik van, ja, dat is allemaal leuk en aardig, Harry. Allemaal op rutielbasis, de elektrodes. Die starten gemakkelijk. Toen heb ik 70-18 gepakt. Een Conarc 49 is de. Van Lincoln Electric. Die heb ik gepakt. En nou. Die las je dus ook gewoon van eigens. We hebben nu gezien dat de display redelijk goed klopt. Zelfs iets negatief is, dat je iets meer amperes heeft als dat je op de display aangeeft. Dat is helemaal top. Open spanning die je aangeeft, als je die meet, die klopt ook. Zit allemaal binnen de toleranties. Je kunt ook zien als je een elektrode opstart dat die spanning in elkaar zakt. Maar die hoge spanning heeft hij wel nodig om op te starten. Zeker een basiselektrode die heeft een hoge spanning nodig om te kunnen starten. Eigenlijk nog hoger als deze is, start hij nog makkelijker, maar in principe. Hij startte best goed. Ik heb niet kunnen zien wat die spanning deed of die eventjes omhoog ging. Durf ik niet te zeggen. Maar wederom een kort filmpje. Hadden mensen om gevraagd om dat even te laten zien. Wat doet die echte stroom nou als je hem gaat meten? Nou, dan weet je dat hij redelijk klopt met de display. Ik hoop dat je het filmpje leuk vindt. Als je het filmpje leuk vindt, graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren. Als je belletje aanklikt, word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. Ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen, houden.